Hallo, mijn naam is Roel. Ik ga je vandaag wat oplossingen laten zien voor het geval dat je bijvoorbeeld je bidonhouder of andere dingetjes mee zou willen nemen op je fiets. Terwijl je geen bevestigingspunten hebt of dat die bevestigingspunten misschien niet helemaal op de juiste plek zitten. Dat je dan toch bevestigingspunten kan maken of je bidon ergens kan plaatsen. Ik ben eigenlijk benieuwd, heeft jouw fiets voldoende bevestigingspunten of loop je er toch wel eens tegenaan dat je eigenlijk je spulletjes niet kan monteren op de plek waar je dat zou willen of niet voldoende spulletjes kan monteren op je fiets? Laat het dan maar eens weten onder in de comments of dat het geval is, of je daar oplossingen voor hebt, welke oplossingen je er dan voor bedacht hebt. Vind ik allemaal leuk om te lezen. En wij maken deze video's met veel plezier, maar het kost ook best een hele hoop energie en tijd. Je ondersteunt ons heel erg door lid te worden van ons kanaal. Dus mijn vraag is, overweeg dat eens om lid te worden van ons kanaal. Alles daarover vind je in de beschrijving van deze video. Heel vaak gaat het over een bidon. Soms gaat het over het anders, maar laten we het even focussen op bidons. En dan kan je jezelf wel voorstellen wat je er nog meer mee zou kunnen gaan doen. Als je geen bevestigingspunten hebt, wat ga je dan doen? Nou, ik heb op deze fiets al een oplossing gemonteerd die dan best vaak gekozen wordt. Namelijk zo'n tasje, zakje aan het stuur. Daar kan je bidon in doen. Op het moment dat je er geen bidon in doet, kan je de andere spulletjes in doen. En dan heb je hem lekker dicht bij de hand. Vind je dat nou niet handig? Dan zou je ook, een beetje afhankelijk van je stuurconstructie, de keuze kunnen maken om dit bevestigingspunt te gaan maken. Dat wordt dan gemonteerd in plaats van een spacer hier aan de onderkant. En dan kan hier tegenaan weer een bidonhouder gezet worden. Zodat je je bidon gewoon in een bidonhouder kwijt kan. Dat is een vaste oplossing. Dit is een oplossing die je eigenlijk makkelijk los en vast kan maken. Zodat je dat tasje daar alleen maar aan hebt zitten op het moment dat je dat nodig hebt. Daarnaast heb ik op deze fiets ook al vast gemonteerd een soort systeem wat met een anti-slip klittenband wordt vastgezet. Dat zit echt flink vast, hè? Dus het is altijd lastig in de video om te zien hoeveel kracht ik zet, maar ik zet daar echt goed kracht op en dat zit gewoon stevig vast. Daar kan je natuurlijk ook een bidonhouder tegenaan zetten. Er zijn ook een soort van alleshouders te koop waar je bijvoorbeeld hele flessen in kwijt kan. Dan kun je misschien twee van dit soort bevestigingszaken aan je voorvork maken waar je dat aan zou kunnen maken. Maar goed, dit is niet gemaakt voor de voorvork. Het is nu gemonteerd om de voorvork. Het kan natuurlijk om elke buis waar je hem gewoon omheen kan trekken. Dus hij kan ook om gewoon de buizen van je frame bijvoorbeeld. Dat zo'nzelfde soort constructie heeft, hebben we hier ook. Die is van SKS. Dan is het los. Dan kan je er meerdere bij elkaar plaatsen. Of dan kan je de afstand wat meer zelf bepalen. Dat werkt ook. En zou je de oplossing iets meer nog blijvend willen maken. Dan dus niet met een klittenband. Dan heb je ook nog deze. Ze noemen het Cage Fix van BBB, werkt met een soort slangenklemachtige oplossing. Waarbij je uiteindelijk hier zit een schroefdraad in. Hè, dus dan maak je eigenlijk bevestigingspunten waar je weer je bidonhouder of iets anders op kan schroeven. Die oplossing is er ook. Wat we dan ook nog vaak tegenkomen is dat de bevestigingspunten net niet helemaal op de juiste plek zitten. Of dat de afstand ertussen net niet optimaal is. En daar zijn allerlei verloopstrips voor tegenwoordig. Er zijn verschillende merken die dit hebben. Ze lijken ontzettend veel op elkaar. Die zijn ook in verschillende lengtes. Ik weet dat BBB die heeft ze in, ik heb hier nu twee lengtes. Ik noem het altijd een 2-slots. Nou, dit is een 4-slots, maar er is ook nog een 3-slots. Die had ik alleen op dit moment even niet zo snel voorhanden. En wat je hiermee kan doen, dat zal ik eventjes laten zien. Nou, zo'n strip die kan je monteren op een bestaande bidonhouderplek. En zet je hem op die slede, zeg maar, monteer dat. En dan zie je dat op die strip zitten allerlei
gaten. Deze gaten die zitten precies op 60 mm en dat is de afstand die voor de standaard bidonhouders wordt gebruikt. Dus door deze daar op te zetten kan je bijvoorbeeld ook jouw bidon hier bovenin plaatsen terwijl er helemaal geen bevestigingspunt zit. Of je zou zelfs één bidon onderin kunnen plaatsen en eentje halverwege, waardoor je hier op die schuine onderbuis, als daar binnen je frame voldoende ruimte zit, gewoon twee bidons achter elkaar kan plaatsen. Maar waarvoor we ze ook af en toe gebruiken, dat is bijvoorbeeld om een bidonhouder te monteren aan de volvork door eigenlijk de strip op deze twee punten vast te zetten. En dan komt hij daar eigenlijk zo tegenaan. En dan vervolgens kan ik op die 60 mm bevestigingspunten gewoon bidons monteren of alleshouders monteren. Dus die strips zijn ontzettend handig om eigenlijk nieuwe bevestigingspunten te creëren als er al wel wat zit, maar het zit niet op de juiste plek of het zit niet op de juiste afstand. Ik heb ook nog een paar andere dingetjes die ik wel leuk vind dan om te laten zien in deze video. Dat is deze bidonhouder die ook, laten we zeggen, met klittenband wordt vastgezet. Er zit anti-slip op, dus dat werkt eigenlijk heel goed. Het is natuurlijk ook vaak een tijdelijke oplossing voor een fietstocht. Dat je die bidonhouder eventjes ergens op je frame vasttrekt, bidon erin, fietstocht gaat maken en nadien weer weghaalt. Vind jij het nou niet fijn om los vast, maar wil je toch liever een blijvende oplossing? Dan kan je bijvoorbeeld ook nog denken aan de constructie die Fitlock heet. Dat is eigenlijk een bidonhouder dat werkt magnetisch. Dit is de feitelijke bidonhouder samen met de bidon. En dat klikt op elkaar. Dat kan echt niet van elkaar af, anders dan dat je dat draait. Dus dat, ik heb ermee gemountainbiked, je verliest het echt niet. En dat is bijvoorbeeld hartstikke handig als de bidon bijvoorbeeld in een frame komt met een lage instap. Hè, en dan zie je natuurlijk, net als nu deze accu daar zit, dat hij de instap wellicht belemmert. En dat je dat voor de fietstocht nog zou accepteren, maar dat je dat niet prettig vindt voor je normale dagelijks gebruik. Als je dan zo'n type bidonhouder monteert, dan heb je eigenlijk niet die hele beugel. En dan hoef je alleen maar, zeg maar, die magneetjes die blijven dan achter als de bidon eraf is. En mocht je het nou niet fijn vinden om dan de hele tijd die zo'n type bidon te moeten gebruiken, want dat is natuurlijk in de basis wel hoe het werkt, dan is er tegenwoordig ook een bidonhouder met datzelfde systeem. Dat klikt op elkaar. Doe je gewoon elke willekeurige bidon die je maar zou willen, die kan je daar gewoon in doen. En vervolgens, op het moment dat je hem niet nodig hebt, haal je de hele houder weer weg en hou je alleen de magneetjes achter op je fiets. Nou, wat ik heb laten zien is dat je op verschillende manieren bevestigingspunten kan maken op je fiets. Als ze er niet zitten, dat je de bevestigingspunten kan verleggen naar de plek waar je ze zou willen hebben in plaats van de plek waar ze zitten. En dat je bidons kan meenemen op je fiets op een manier dat er eigenlijk, als hij eraf is, dat er eigenlijk niks meer of nauwelijks meer wat overblijft met dat magnetische systeem. Ik ben benieuwd welke oplossingen jij ondertussen hebt bedacht. Of wellicht heb je iets gezien in de video waarvan je zegt, hé, daar wil ik eigenlijk wel meer over weten. Laat het allemaal gewoon weten onder in de comments. Deel ook je tips die je hebt voor mij of voor de andere kijkers onder in de comments. En nogmaals, overweeg eens om lid te worden van ons kanaal, want dat kunnen we heel goed gebruiken bij het voortzetten van het maken van deze video's.